Ik ben in de auto samen met moeders. Ik heb zondag mijn allereerste B-wedstrijd. Dat staat al 5,5 jaar op mijn bucketlist-lijst, op mijn verlanglijst, op mijn Sinterklaas-verlanglijst. Moeders moeten ervan lachen. En het is nu eindelijk zover. Ik ga zondag voor het eerst starten. Zo. Dus als je denkt, nou, deze overgang was lekker voor elkaar, dan draaf je eruit door. Goed. Ja. Als je nou ziet dat zij daar langs de bal komt, houd je heel klein in de afstand, oké? Okay? Ja. Goed. Ja, heel goed. Soepel blijven zitten. Ja, ja, heel goed. Twee kuiten. Ja. En aan je kuiten, let op, niet te veel met je binnenteug. Denk weer aan de directeur en de assistenten. Zo, ja. Net als dat je niet erg op ons ziet denken, hè? Zo, ja, soepel zitten, goed zo. Been lang, probeer ook met je benen heel goed het verschil te maken tussen je kuit en je sport. Dat je je sport alleen geeft als echt nodig is. Dat je je kuit aanhoudt, dat is geen probleem. Niet echt als je sport. Goed. Heel goed. Niet je hand opsluiten, maar aangeven en dan toch met je kuit weer een beetje tegen zijn heen. Dus moet wel je navel inhouden. Denk ook een klein beetje aan het TikTok-filmpje wat we toen gemaakt hebben. Als je met je bovenlichaam naar voren gaat, dus voel dat je heel goed kunt zitten. En hij mag ietsje vlotter dragen. Niet zo snel, maar zo, niet meer op te jagen. Zo, maar klein aan het boven. Hou hem weg. Zo, ja. Daar, denk aan het doen van de schouder. Niet zo mot. Zo, ja, goed zo. Goed zo. De buik in zijn lijf die moet komen tussen de schot en de staart. Niet tussen zijn oren en zijn schot. Zo. En als dat kan, ga je steeds aan je voeten die de hand ruimer kan maken. Zo. Zo. Zo, ja. Heel goed. Heel goed. Aangezeven in de koming, de hand zeven. Rechterhand. Ja. Hij hoeft niet hard, maar je maakt jezelf lang. Dus je houdt aan je zitcontrole en je benen een mooie gebogen vast. Mooie gebogen vast. Kijk waar je naar toe gaat. Daar. Mooie gebogen vast. Zo. Goed zo. Rechterhand. En boven naar je vijf knikken. We rijden de benen alvast voor. Ja, ja, wij rijden. Stuur, maar je rijdt een andere benen. Ja, ga je een beetje slingeren? Ga je een beetje naar voren? Ga iets hem van hout veranderen en eraf verruimen? Ja, dus voordat je naar voren gaat, mag je een heel klein beetje aan die ringvinger vragen of ietsje meer wil zakken. Ja, ietsje meer zakken en dan ga je naar voren. Ietsje meer zakken. Ja, heel mooi. En opvallen op je zitten. Goed zo. Ja, super! Ze gaan in de steden arbeiden. Wat? Zo.
En dat betekent juist een beetje naar voren. Ja, ja. En dan B, K. Zaterdagavond is de dag voor de wedstrijd, dus we kunnen tussen de witte hekjes eventjes alvast een beetje oefenen. We doen ook de proefjes even oefenen om te kijken waar moeten we nog een beetje aan werken. Misschien kunnen we nu dingetjes overnieuw doen om te zorgen dat we natuurlijk een beetje de puntjes op de i zetten voor de wedstrijd. Kijken. Ja, denk grote voorwaarts te passen. Grote voorwaarts te passen. Goed zo. Linker hand. Eén afwenden, twee rechter. Zo, twee keer naar links, even rond dat je niet aan je sport bent. Als we een heel klein beetje goed. Ja, twee keer rechterbeen als je de hand aangebrengt. Vijf sturen, heel goed. Ga eens even de hand veranderen. Aan, en dan verruimen. Stoor dat je naar voren bij eerst gaat, dan kun je een beetje naar voren gaan. Ja, 1, 2, 3, 4.
Heel goed. Ik kon je dat gaan schitteren en eigenlijk een beetje naar voren. Ja, maar niet hard, maar die pas op groot. Zeker deze pas op groot. Goed zo. Dus dan haal je het niet harder weg. Dus dan A en C maak je dan heel erg weg. Dus de M en D harder bij de stap. En je mag een beetje meer naar de babystap. Dat is vaak makkelijker. Dan zet je zo'n heel lang stuk stap. Ja, dan deed alleen maar de neus lang. Zelfs als je de been later had veranderd, dan stap vooruit. Daar, de been en pak. Ja, goed. En dan de stap vooruit. Been lang. Ja, dus deze is neus naar voren. Neus naar voren. Neus naar voren. En in die beentafel handgemanteld doe je dat als trek. Niet met je sport vooruit, want dan dragen ze aan. Dus een beetje met je kuit aan. Oh, dus je wil die hard niet op de boven. Dus K en A arbeidsdrang, A, X, A, grote kop. Dus X en A arbeidsdrang op de link. Zo, dus kiezen, je hebt tussen de X en de A. Zorg dat je goed voorbereidt, dat je de beste plek kiest om aan te pakken. Heel, heel, echt zie. Mooi, je schouders, je hebt een stuur van hals, je kunt het opzoeken. Stuur van hals in de lijn. Zo, ja, B, E, B, de volgen. Ja, goed zo. Ga slingeren, laat de volgen pakken. Heel goed. Volgen pakken. Zo, goed zo. Dus een M en C arbeidsdraf. Maak je lang op je zit. H, X, F van hand veranderen en de draf verruimen. Dus begin rustig. Ja, laat hem een klein beetje meer zakken. En dan naar voren. Ja, blijf rechtop, blijf rechtop, blijf rechtop. Goed, goed. En weer terug. Zonder dat het sloop wordt, hè. A afwenden en stap. Heel goed. Denk voorwaarts in die stap. Denk zijn neusje naar voren. Ja, en zelfs met je been voorwaarts denkend ga je halt houden tussen de X en de G. Terwijl je been voorwaarts denkt. Ja, dan heb je een beetje kans dat hij recht staat en zelfs mooi vierkant. Goed zo, lekker uitstappen. Let op, je hebt supergoed gereden. Je moet opletten dat je morgen niet harder gaat rijden. Maar dat er wel een beetje energie in zit. Anders is het heel netjes, maar te sloom. Dus dan krijg je wel goede punten, maar dan zet de jury bij alles actiever. Actiever. Dus betekent niet dat je harder moet rijden, want dan gaat die kleine snelle pasjes. Je wil dat die wat lekkerder voorwaarts grote passen maakt. Ja? Goed zo, top. Dus let op dat het niet te veel aan de lofkrullende wordt. Ja, zo. Nou, goed zo. En als je dan op zo'n lange trekje naar uur gaat trekken, hè? Dus zorg dat als je op zo'n lange trekje even omhoog komt, rijd het in de volte. Dan kun je weer toch iets meer die ontspanning opzoeken. In de volte is het altijd makkelijker als rechtuit. Ja, zie je dat? Goed zo. Nou, die buitenteugel niet helemaal loskunnen, hè? Zo, ja. Probeer te kijken dat die buitenteugel een beetje je controle is. Zo, ja, goed zo. Ja, opvang in je zit, opvang in je zit. Zo, maak jezelf lang en rij meteen nog een volte, Tessa. Ga niet die hele lange zijde met een paard met je hoofd omhoog zitten rijden. Zo, daar. Ja, goed. Als je een beetje voor je binnenkuit opzij wil duwen. Ietsje remmen in je zit en weer opzij. Ietsje remmen in je zit en weer opzij. En een beetje terug, want in dat terug moet ze dan de rug en die bekken weer loslaten. Laat die buitenteugel niet losbuttelen. Zo, goed. En dan ga je zo, ja, en weer een beetje terug. Steeds met haar een beetje naar die buik naar de stap. Zo. Met bos moet je natuurlijk opletten dat hij niet te sloom wordt. Maar met haar, ja, moet je iedere keer even terug om die ontspanning in de rug te zoeken. En dan weer kijken of je dat steeds weer meer naar voren kan. Raak je het kwijt, moet je weer even terug om die rug te laten ontspannen. En dan weer naar voren. Dit is gewoon een keelklier. Die is alleen maar heel strak zitten houden, zo. Dus daarom vind ik het ook heel belangrijk dat ze een beetje meer die ontspanning pakt. Omdat zij deze zo sterk maakt. Maar hoe kan ze die zo sterk maken en dat ze dan zo sterk is? Dit, de hele dag, dan wordt het sowieso veel sterk. Ja. En zo dik. Het doel is, zie je dat? Die.
Maar bij Boris is die hier niet. Nee, omdat hij dat niet doet. Kijk, en we willen. Lieve blondie. Kijk. Kijk nu eens aan deze kant bij mij naar die hals. Is nog steeds ja, wacht even, wacht even. Kijk, hier. Daar verdwijnt hij, zie je dat? Ja. Zo. Dus daar willen we naartoe. Zeg maar in B heb je natuurlijk een beetje figuren. In het L1 krijg je wijken. In het L2 krijg je meer wijken. In het M1 heb je schouder binnenwaarts. M2 heb je schouder binnenwaarts en travers. En eigenlijk als je schouder binnenwaarts en travers kan, dan kan je ook appiëren. Dus in Z1 heb je een appiëren. En van de galop naar de stap en van de stap naar de galop. Eigenlijk, en de bak is natuurlijk veel groter. Ja. En de is, heb je die letters erbij, zeg maar. Goed zo. Oké, ga je zo weer draven, Tess? Zo, op je zit, maak jezelf mooi lang. Op je zit, maak jezelf mooi lang. Toch hou je er een beetje tussen de bovenkanten van je kuiten. Goed, en mooi aan je zit, weer terug. Hartstikke goed. Hartstikke goed, zo van hand veranderen. Ja, keurig Tess. Als je lang moet draven, langs een spiegel jij, wil je eigenlijk zien dat haar oren lager zijn dan haar schoft en haar rug. Ja, een klein beetje hier weer aangeven waar je die hals naartoe wil. Goed zo, ja. Goed zo, keurig. Hou tussen twee teugels, twee benen. Zo, ja. Ja, en weer. Als het moeilijk wordt, meteen draaien. Zolang je aan het trainen bent, zoek je alles een beetje in de wending en in de buiging. Zo, ja. Tempo controle aan je zit. Goed zo. Daar, dat is mooi, Tess. Dat is mooi. Zo, daar moet je naartoe. Zo, ja. Heel goed. Heel goed. Heel goed. Ik weet ook zeker dat we dan een veel mooier gespierde hals krijgen als we dit even volhouden. Zo, ja. Heel goed, heel goed. Heel goed, zo ja. Zo, ja. Goed zo. En jij denkt dat het kan, zoek je straks een stukje rechter galop. Maar bereid goed voor en voel dat het op een kleine hulp kan. Zo, ja. Heel goed, zo ja, daar wil je naartoe. Tussen je teugels en je kuiten houden. Heel goed, los zitten, maak jezelf mooi lang. Zo ja, super, super, zo ja. En steeds even je ding doen en weer lukken. Even je ding doen en weer lukken. Zo ja, goed zo, daar. Daar. Heel goed. Zo, ja, en zo je overgang naar de draf. Maak jezelf mooi lang. Op je zit wil je naar de draf. Vraag ontspanning van die hals. Je doet het gewoon niet als ze zich uitspant. Zo, ja. Als ze over de rug is, dus zichzelf ontspant en die rug ook gebruikt, dan zal ze ook de mooiste overgang kunnen maken. Zo, ja. Opvang en weer los. Opvang en weer los. Opvang en weer los. Heel goed. Heel goed. Hou recht. Keurig. En meteen weer rust in je zit. Is goed zo. Zullen we gewoon een keer kijken of we zo die proef kunnen rijden? Ja. Goed zo. Goed zo. Zo. Dus let op dat je niet te veel stuurt aan je binnenteugel, Tess. Goed zo. Daar. Twee teugels. Zitten. Heel goed. Ja, mevrouwtje. Ja, en gewoon vandaag, omdat we aan het trainen zijn, willen we eigenlijk vandaag heel de weg als een stofzuiger. C rechterhand, MF gebroken lijn 5 meter. Recht houden, keurig, op tijd sturen. Om je rechterbeen, MF gebroken lijn 5 meter. Hou recht. Hou recht. Tussen twee kuiten. Zo, ja. En je mag wel een beetje vragen. Hè? Je hoeft niet er van af te blijven. Wel steeds een beetje aangeven waar die mond ook naartoe wil. Kijks en van hand veranderen, de draf verruimen. Ook in die middendraf toch die hals een beetje lager vragen. En dan de draf steeds groter. Lager vragen. Toch die hals iets lager, die hals iets lager, die hals iets lager. Dan liever Tess, zeker in je training, iets minder naar voren, maar wel die hals lager. Haar kaak op lijn 5 meter.
Laat me zakken. Goed zo. Laat me zakken. Vraag maar naar beneden. Goed. Daar ja. Keurig. Tussen A en F en op links. Zorg dat je net voorbereid, hè? Heel goed. Mooi. B-E-B. Grote volte. Om je binnen. Om je binnenbeen. Tussen H en C arbeidsdrag. Twee teugels. Heel goed. Op je zit. Nee, tussen F en C. Goed. Je lang. Maak je lang. Heel goed. Eén F van hand veranderen. Recht. Heel goed. Tussen A en K op rechts. Recht, recht, recht. Heel goed. E, D, E, grote volte. Nou recht. Heel goed. Keurig. Keurig. En zelf gewoon keurig erop blijven zitten. Zo, tussen H en C eraf. En tussen L en D stappen. Lang. Hou recht, hou recht, hou recht. Zo, ja. B, K, hand veranderen en de stap verruimen. Dus M en B naar de stap en de stap. Goed, zo rustig aan. Die hals laten zakken. Zo, ja. Ja, neem je tijd. Goed zo. Daar. Daar. En voel ook steeds bij jezelf, voordat ze die hals naar beneden laat zakken, wat voor hulp heb je daar precies te geven? Zo, en echt, die neus helemaal lang naar voren. Dan zakjes met je kuit. Zakjes, en een beetje voelen tot waar je been kan geven. Als je denkt, ik zit te veel bij de drank, moet je even je been los. Zo, goed zo. Maar dat is gewoon even open voor iedereen en elk paard een beetje uitzoeken waar dat zit. Dus A en K, drank. B, E, B, gewoon de volte halstrekken. Goed zo, ontspan jezelf. Goed zo. B, E, B, gewoon de volte hals laten strekken. Tussen benen en de teugels maken, doen we dat nu even niet. Zo, ja, heel mooi Tess. Zo, ja. En steeds goed bij jezelf doen. Welke hulp heb ik daar aan gegeven waarop ze zo mooi is ingezakt? Heb ik eens iets opgevangen of heb ik juist een B gegeven? C, X, halve grote volte. X, B, recht uit. B, rechterhand. C, X, halve grote volte. Dus mooi de hoek daar afsnijden. Ja, heel goed. Om je binnenbeen. Om je binnenbeen. Zo, ja. Zo, C, X, halve grote volte. Links. X, B, rechter, B, rechterhand. Ja, goed zo. Gebruik de volte een beetje om te wijken voor je binnenbeen. Maak meteen mooi recht. Dan kan je tempo controleren. A, afwenden en arbeid stappen. Zo, ja. A, afwenden, heel goed. Ja, en laat het niet los aan de voorkant, hè. Goed zo. Probeer het onder controle te houden. Twee teugels, ja. Twee teugels. Zo, ja. Goed zo. Goed zo, daar. Daar. Heel goed. En naar de stap. Heel goed. Hou recht, hou je kuit eromheen. Tussen X en G halt houden. Goed. Met je kuit eraan naar de halt houden. Ja. En zoals Max het zegt, mag het. Ja, inderdaad. Ja. Goed zo. Heel goed. Dus nou, wat denk je allemaal? AXC binnenkomen en eraf, C linkerhand. A, ik C binnenkomen eraf. C, linkerhand. Goed zo. En recht. Linkerhand. Ja, wat een plotte. Ik was er dus bij. Linkerhand. E, afwenden, B, rechterhand. E, afwenden, B, rechterhand. Ja, en probeer het onder controle te houden, hè. Rechterhand, voordat zij zich aan de strak heeft gemaakt. Goed zo. Dus probeer te zorgen dat je het zo goed voelt voordat zij zich aan de strak heeft gemaakt. Of de tempo over heeft genomen dat je eraan bent. Dit is heel mooi. Dit, zo zouden ze zelfs morgen ook gewoon mogen lopen. Zo, ja.
kijken, kijk sturen. Been rechterhand, tempo bij jou. Rechterhand, kijk en brand veranderen. En daarbij midden draf. Maar ik heb liever dat je nu even oefent dat die diagonaal wel laag is en dat je daarin naar voren rijdt. Dus misschien is het aan het eind maar 3 passen dat je naar voren rijdt, maar dat die niet helemaal omhoog komt in de keer. Ja, goed zo. 2 teugels, maak contact. Goed zo. CXC grote volt en de hals laten strekken. CXC grote volt en de hals laten strekken. Heel mooi, ja. Goed zo. Goed zo, 2 teugels, 2 teugels. Tempo van jou, tempo van jou. Voel je dat ze dan een beetje overneemt? Ja. Goed, tussen C en H de teugels op maat. Ja. Goed zo. Been mooi lang, dus niet te veel je spoor, maar vooral je kuit. E, F van hand veranderen. En probeer wel zachte verbinding te houden. Probeer wel de mond op te voelen. E, F van hand veranderen. A, X, A grote volten. Maar kies een plek, misschien moet je wel tussen de K en de A doen straks het aangalopperen. Zo ja. Als je maar voor de A in galop zit. A, X, A grote volten. Of de volt tussen X en A galop rechts. Wat er nog mooi van jou is, dat je voor je binnenkuit je buik wat naar buiten toe drukt. Dat ze mooi zichzelf ontspant. Heel goed. En EWE grote volte. Keurig. Aan je zit. Aan je zit. Blijf ook met die billen dicht bij dat samen. Zo. Ja. Blijf met die billen dicht bij dat samen. Goed zo. En dan tussen H en C naar de draf. En tussen de F en de stap. Dus een haakje C, draag, haakje lang, op je zit. Ja, rustig dragen, rustig dragen. Tussen M en B, stap. B, K, hand veranderen en de stap vooruit. Zo, ja. Heel goed. Die neus nog een beetje meer naar voren, lang en dan zachtjes met je kuit. Dan ga je zeggen, grote pas, grote pas. Maar als je voelt dat ze bijna aan gaan draaien, moet je even los met je benen. Of met je zit. Goed, daar. Dat is gewoon hartstikke goed. Daar. Heel goed. Tussen K en A draf. Nee, tussen F en A draf. Ja, wel. K en A draf. A is A grote volt. Heel goed. En tussen X en A val op links. Maar zoek een plek die voor jou het beste voelt. Zo, ja. Of dat nou de X is, tussen de X en de hoefslag. Of net voor de hoefslag. Of tussen de K en de A. Dat is maar net wat voor jou het beste voelt. Heel mooi gedaan. B, E, B, O. Dat is toch zo fijn aan deze oefening, dat je meerdere plekken hebt om aan te kunnen galopperen. Heel mooi, Tess. Heel erg mooi. Zo, ja, heel goed. Zoek die ontspanning. Keurig. Tussen M en C arbeidsdraf. H, X, F van de hand veranderen en de draf verruimen. Maak je lang en meteen die rust en die ontspanning. Meteen die rust en die ontspanning, ja. Daar weer met je kuit kun je een klein beetje bijdrukken. Zo, ja, goed zo. Voor nu even goed zo. Daar, heel, heel mooi. Ja, hou dit en dan naar voren, hou dit en dan naar voren. Heel goed, A afwenden en arbeid stap. Kijken, goed zo. Ja, niet te veel je benen afsteken. Zo, ja. Dus ik zeg heel wat een heel klein beetje naar links, Tess. Ik, ja, zo, niet verder. Ja, dus ik zeg heel hard houden. Kuiten erbij houden. Ja, hartstikke goed. Super, lekker uitstappen zo. Ik heb stress. Het is vandaag zondag. Ik heb een wedstrijd samen met Blondie en Boris. Ik begin met Blondie. Ik kan geen 2 dingen tegelijkertijd. Ben je er klaar voor? Ja hoor. Nou, we gaan nu even je opzadelen en dan kan je los gaan rijden. Ja!
adem en arbeidsgalop is. Tussen B en M de teugels op maat maken.
Nou, na Blondie, Boris. En Boris die ziet er heel spannend uit met oranje springschoenen en blauwe peeskappen. Beetje Hollands dingetje. Zo. Je buitenoorlaatje wat zakken. Zonder dat je je arm heen en weer haalt. Hè. Dat doe je in je hand met de energie die je met je benen erin stopt. Goed zo. En dan toch ietsje naar voren. Hè. Dan heb je eigenlijk geen energie meer. Ja, goed zo. Ja, we gaan de hele test even een grote grote benen aan. Dan gaan we beginnen. Blijf terug, maak je lang. Zo, been mooi lang. A, X, C. Hier komen arbeidsdraf, C, rechterhand. MF, open lijn, 5 meter. Van hand veranderen, daarbij de draf verruimen. B, grote volte. Tussen M en C, arbeidstrap. E, F, van hand veranderen. Tussen A en K, arbeidsgalop rechts. E, grote volte. Tussen H. BK van hand veranderen en de stap verruimen. Tussen A en F, arbeidsdraf.
Hey Tess, het is leuk hè? Het is leuk. Ontspan meis, je hebt het al goed gedaan. Thuis na 4 proeven. Ik ben echt super trots op alle twee. Hey Cassie. Ik ben echt super trots op alle twee de ponies. Ze hebben het super goed gedaan. En hopelijk. Nee, niet hopelijk. Ik ben super blij dat het zo is gegaan. Nou, ik heb best hoge punten. Ik begin bij Boris. Boris had ik bij de eerste proef
85,5. Tweede proef 195. De eerste proef met Blondie 201,5. En de tweede proef met Blondie had ik 202 punten. Dus ik ben super trots op ze alle twee. Dus ja.